Een op de 5 mensen heeft van tijd tot tijd psychische problemen. Dat zijn ruim 3 miljoen mensen. Het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid, het NFGV, geeft informatie over allerlei psychische stoornissen. Om mensen steun en hulp te bieden. Mijn man is al maandenlang heel erg somber. Ja, ik werd er zelf ook een beetje neerslachtig van. Ik wil hem zo graag helpen. Maar ja, ik wist eigenlijk niet hoe. Toen ben ik een keer op internet gaan kijken. Nou, toen kwam ik terecht bij de website van het NFGV. En daar heb ik deze brochure aangevraagd. Ja, het was heel handig voor mijn man. Want hij weet nou veel beter wat hij heeft. Ja, en ook voor mij was het heel plezierig. Want ik kon daarin lezen hoe je met mensen om moet gaan die een depressie hebben. Behalve voorlichting geven, financiert het NFGV allerlei projecten om mensen met een psychische handicap weer een plek te geven in de samenleving. 12 jaar geleden ging het helemaal mis met me. Ik ben toen mijn baan kwijtgeraakt. Werken lukte niet meer. Maar als ik helemaal niks doe, dan gaat het nog veel slechter met me. Nou, hier kan ik nuttig maken. Er is goede begeleiding en ik vind het werk leuk. Ik ben begonnen met een paar uurtjes in de week. Maar het gaat steeds beter met me. Veel psychiatrische patiënten willen er wel op uit, maar kunnen of durven vaak niet. Het NFGV financiert projecten om hun sociale leven te bevorderen. Ik woon in een huis met psychiatrische patiënten, met begeleiding. Ik heb alleen zakgeld en dat is wel genoeg, maar niet om bijvoorbeeld ook nog eens van op vakantie te gaan. En het gaat ook gewoon niet, een normale vakantie. Dit schip is er speciaal voor mensen zoals ik. En er is begeleiding en er is begrip voor elkaar. Voor als het gewoon een dag eens even niet goed gaat. Ik ben zelf al een paar zomers mee geweest op dit schip. Het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid is afhankelijk van bijdragen uit de samenleving. Steun het NFGV op Giro 4003. Bel voor informatie of bezoek onze internetsite.